As the going gets tough, people drop like flies. Je moet soms even door die barrière. En eenmaal je daar doorheen bent, dan is het... Yeah, let's go. Ik ben er. Weet je toch? En dan, en dan zweef je daar ergens in die dimensie. En ben je dankbaar, weet je? Uh, ben je trots op jezelf voor dat je hebt volgehouden. Dat gaat voor alles in het leven. Keep it going. En uh, stay strong. Zet doelen voor jezelf. En uh, behaal ze. Stop niet. Ga door. Geloof in jezelf. En dan ga je het bereiken. En dan ga je er gewoon komen. Vandaag is gewoon een studio vloggie, Ik ga gewoon uh, zo direct uh, lekker uh, editen. Volg Virgin Reality op Facebook, Instagram. Het social media kanaal waar jij op zit. Snapchat of wat dan ook. En je zult snippets en beelden en dat soort dingen voorbij zien komen. Komen leuke dingen aan. Neem een slokje van mijn rooibos thee. Laat me weten of jij thee drinkt en wat voor, thee jij, uh, wat voor smaak jij uh, prefereert. Als je wilt uh, dat ik meer content maak, support me via Paypal. Become a real one. Oh ja, dat wil ik ook zeggen. Ik, dat wou ik zeggen, jongens. So, uh, <laughs> dus wij terugkijken van de beelden van de birthday vlog. Zag ik opeens dat de letters van mijn naam op mijn sweater andersom zeg maar, gespiegeld waren. Ik dacht, huh? Dat nou? Wat is dat nou weer? Weet je? Maar ik had het kunnen weten, want bij, bij mijn eerste interview die ik afnam, ging er ook van alles mis. En dat is het altijd. Hè? Als je begint en je doet het iets voor het eerst. Als niemand je vertelt hoe, hoe het moet en zo, dan is het puur ondervinden. Op de harde manier erachter komen. Zoals uh, grotendeels alles in mijn leven is gegaan. Alles op de harde manier geleerd. Maar je weet dat ze zeggen, de hardest lessons are the best lessons learned. Ik ben daar dankbaar voor. Maar wat ik dus wel wilde zeggen is, ik bekijk dus die beelden terug en ik zie de letters van mijn op mijn zwedder gespiegeld en ik denk hoe kan dat nou? Toen ging ik zo denken en toen dacht ik oh wacht even volgens mij <laughs> heb ik mijn telefoon verkeerd om in de selfie stick gezet in de birthday vlog is alles zeg maar wat links is is rechts <laughs> ja want ik heb dus zeg maar die telefoon ja met die camera naar links in die, in die selfie stick gezet dus ik uh, had dat snel door van oké okay, wacht even ik moet die telefoon uh, met de camera naar rechts zetten en dan uh, moet het goed komen. Dus uh, ja, dat was ook wel even uh, iets wat ik uh, had geleerd. Ik zie, ik, ik kijk nu veel meer in de camera. Ja, man, ik praat met mijn real ones. Mijn supporters. Ik noem jullie real ones. Keep it real with me. Support me via PayPal. Ik ga mooie content voor jullie maken. Dope shit eruit te komen. Oh ja, dat wil ik ook zeggen. Uh, mijn vlogs zijn in het begin saai. Ik breng jullie niet naar de hotste shows en naar de doopste spots en dat soort dingen. Nog niet. Maar ik word een van de top vloggers van Nederland. Als ik iets doe, dan doe ik het goed. Dan komen de dope shit aan. De reden waarom uh, ik nu weinig gaande heb, is omdat ik ben afgesloten geweest van, van vriendschappen, van familie en entertainment en dat soort dingen. Fashion girl van nice. Influencer marketing en communicatie gericht op mode gerelateerde bedrijven. Virgin Reality, mediabedrijf. Also staat Virgin Reality voor mij als pro-content creator en influencer, vlogger, influencer. En dan hebben we nog ook nog Virgin Burke, de fashion brand. Dat zijn drie brands, top dollar brands. Worden heel groot, worden heel succesvol, zitten goed in elkaar, zijn goed opgezet door me, by myself, only. Give me my props. Laat me weten. Geef me wat hartjes en wat likes op de video. Ja, dus uh, ik, heb, ik heb jarenlang heb ik mezelf gewoon afgesloten van de buitenwereld en deze brands opgebouwd. Ik heb al mijn vriendschappen, of zover je het vriendschappen kon noemen. Want dat gaan we ook een keer over praten over vriendschappen. Ik heb in ieder geval iedereen uit mijn leven gezet die niet bijdroeg aan mijn doelen. En ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Dat is heel goed geweest. Ik heb me 100%, 100.000 kunnen focussen op mijn doelen, op mijn dromen, op, mijn, op, op het bouwen van mijn, van mijn mijn brands, mijn merken. En uh, zijn vandaag de dag, uh, zijn het goed opgezette brands. Waterdicht, zoals ze zeggen. Airtight, een sterk merk, zoals ze zeggen. Top branding, top communicatie. Don't play with me. Deze merken zullen uitgroeien tot multi uh, multimillion dollar brands. Dus vandaar. Maar, omdat ik niet aan het lachen ben, en dus die bedrijven nu staan, nu is het gewoon, ik ben nu op een punt gekomen waar ik alleen maar hoef te adverteren. Hè? Dus uh, Facebook advertising en dat soort dingen hoef te doen. Gewoon geautomatiseerd. Ik ben nu op een punt gekomen waarbij uh, waarbij de promotie ook geautomatiseerd is. Dus uh, dat staat, alles wordt geautomatiseerd. Uh, het is tijd ook om um, naarmate er geld wordt gegenereerd, meer geld wordt gegenereerd. Weet je, wat, 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 wat mensen bij te halen. Hè? Wat communicatiespecialisten, uh, wat communicatie managers, het, uh, het social media managers. Weet je, een, een mooi team om me heen bouwen. Vandaar dat, dat, hè, dat jullie niet bij mij gelijk de, de Frankrijkse car shows uh, zien. En de. de hè, uh, <laughs> weet je wat ik bedoel? De, de dubai Vlogs en zo, net als bij uh, ja, ik zeg maar wat, Lexus en zo, die waren dat. Weet je? Vandaar dus uh, dat uh, de, de vlogs uh, in het begin niet zoveel spannende content hadden. Maar uh, die, die, dat zit er wel aan te komen. Het wordt tijd nu om, uh, om, om jullie mee te nemen uh, op reis. Yeah? Zoals ik al zei, naar, uh, na, naar de next level met mijn brand. Voor alles succes dat je wilt behalen, uh, moet je actie ondernemen. En die actie zullen jullie meemaken. En uh, ik ben blij dat ik, jullie op die, uh, dat ik jullie daarin mee mag nemen. Ik doe dit voor jullie, mijn real ones, mijn supporters. Ik hoop dat ik jullie ook jullie hierbij kan motiveren en inspireren. Ik zou zeggen stay tuned. Er komen veel, veel inspirerende en uh, leuke dingen aan. Waar je je les uit kan trekken, waar je van kan leren. Zoals ik al zei, ik hoop dat jullie een leuke, positieve dag hebben. Leuk, een goed leven leiden. En voor degenen die dat niet hebben, je kan je leven veranderen. Je kan het op. Just believe in yourself. En uh, geloof in jezelf. Zet je doelen op papier. Uh, maak een plan. Maak een schema. Doe desnoods dag voor dag, stap voor stap. Doe je iets. Je moet gewoon durven. Je moet het wel echt, echt gewoon doen. Kijk nu net zoals mij. Ik ben nooit een vlogger geweest of wat dan ook. Ik begin nu te vloggen. Ik praat die vlog lekker vol. En dat zal in het begin ook niet de, de, de meeste. Uh, leuke vlogs zijn geweest of wat dan ook. Maar net zoals bij de interviews, mijn eerste interview was ook, was ook niet uh, echt geweldig. Ik moest er heel veel dingen uitknippen en, en, en ik moest plakken en zo. <laughs> Weet je, dat zien jullie allemaal niet, maar ik heb heel wat geknipt en geplakt en ingeveed en oud en ga zomaar door. Maar je zag naarmate ik het meer bleef doen, zag je ook telkens meer dat, dat ik er uh, 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 gemak erbij voelde en dat het telkens beter ging. Nou, zoals het ook met vlogs uh, straks. Uh, ook, hoef ik me niet na te denken, want ik, het is best moeilijk hoor om in de camera te kijken, want da op dat moment gaat er heel veel door je heen, van oké, okay, jeetje ik moet ook nog eens een keer goed nadenken over wat ik zeg, het is heel, ja, moeilijk om, 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 of moeilijk, het is moeilijker om, om het zo te doen, om echt gericht op een, op een, een puntje op je telefoon te kijken en, en, en daar tegen te praten dan wanneer ik gewoon uh, een soort van uh, naar buiten kijk en ik zit gewoon uh, een beetje te lullen en toevallig neem ik mezelf op, snap je, ik, ik spreek mensen nu echt toe, dus dan is het oogcontact belangrijk en dat soort dingen, in ieder geval, dat, dat zie je Straks is dat voor mij gewoon automatisch, weet je. Naarmate je dingen vaker gaat doen, je ze goed kunnen. Dat is bij mij echt ook echt precies zo gegaan bij het opzetten van mijn merken. In het begin, jongen, ik wist niet eens hoe. hoe uh, ik heb gewoon serieus gewoon boeken moeten kopen, tutorials moeten kijken. Het opnieuw 80.000 keer uh, moeten doen voordat het en, en fout moeten doen. Voordat het goed ging. Mensen, wees niet bang. Weet je, begin er gewoon aan. Doe het net zo vaak fout. Totdat het goed gaat. Totdat het goed is gewoon. Je zult er vanzelf echt op een gegeven moment gewoon echt goed in worden. De dingen die ik nu maak in Doof Illustrator. zijn echt serieus. niet normaal. <laughs> weet je, en zo leer je zou leren. Want ook dus door dingen fout te doen. kom je erachter van: Oh, wacht even. Als ik dit knopje met dit knopje druk. krijg je dit. Oh, wacht even. Dat zocht ik al, al die tijd. Dit, dit ga ik gelijk toepassen daarin. Weet je, en dan boom. En zo kom je dus uh, kom je verder. Ja, joh, was wel, was wel leuk. Je krijgt gewoon lof op straat. Meisjes die je vragen of je vlogger bent. Motors die naar je titeren, Het is wel leuk, weet je. Ik denk, ik, weet je? Zoals, zoals je echt kan zien, ook, weet je. Dat de reden van waarom celebrities en, 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 en bekende mensen zo worden omarmd, is omdat de wereld heeft zulke mensen nodig. Want dat is waar die inspiratie uitkomt. Weet je, dat is waar die voorbeeld vandaan komt. Dat is wat, wat mensen tot actie doet aanzetten. Dus dan dat ze het zien en ze zien van, hé, hey, wow, ja man. Als hij het kan, kan ik het ook. Ik vind het cool dat diegene tegen heeft gedaan. Want ik wou het ook al die tijd doen, maar ik durf het niet. Maar nu, weet je, ga ik het toch doen, man. Weet je, dus zodoende. Zo dus mensen hebben heel erg, ja, voorbeeld. Veel voorbeeld nodig, weet je. Dus uh, als ik uh, een goed voorbeeld voor jullie kan zijn, dan uh, wil ik dat graag voor jullie zijn. Ik zou zeggen, weet je, uh, maak, 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 serieus wel echt wat van je leven, man. Hey, don't play, man. Go straight to the top, man. Vlieg in die jets. Rijd die supercars. Uh, Woon in die mansion. Doe do dat, man, want het is mogelijk, man. En ik heb altijd gezegd, weet je, hoe kan je niet gebruik maken van alles wat het leven biedt. Weet je, hoe kan je dat niet willen? Je hoeft niet alles te hebben in het leven, tegelijkertijd. Maar probeer wel zoveel mogelijk eruit te halen als het leven brengt. Dat was, uh, dat was een leuke, leuke ervaring. Zelda logo, de background. Ik ga binnenkort live uh, met games. Ik moet echt iemand gaan vinden die mijn vlog gaat editen. Want ik kan het allemaal niet zelf. Tenminste, ik kan het wel zelf, maar. Poeh. En ik wil het eigenlijk ook zelf doen. Want dat is het vervelende met mij, toch? Ik wil altijd alles zelf doen. Want dan weet ik dat het goed gedaan wordt. Dan weet ik dat het op mijn manier gedaan wordt. Dat is zo vervelend aan mij. Want daardoor ben ik echt druk. Weet je? Omdat ik alles zelf doe: al het grafisch werk, al het coderen. Het Ga zomaar door. Is gewoon niet normaal. Weet je? Het is voor mij echt moeilijk om iets uit handen te geven. Want ja, ik ben heel erg perfectionistisch. Ik weet gewoon: van oké, okay, zo, zo moet het eruit komen te zien. En als het zo niet eruit ziet, dan. Hè, als ik daar te veel voor moet praten of te veel voor moet stressen of wat dan ook, dan wil ik het het liefst. Zelf doen. Maar zoals ik al zeg, voor virtual reality, want virtual reality groeit snel, zit het er heel zit het er echt aan te komen. Dat ik binnenkort uh, een communicatiemanager uh, in de arm moet gaan nemen. Ik moet mijn team gaan uitbreiden. Ik moet iemand gaan hebben die je toch, het filmen, het editen doet en zo de thumbnails maakt voor YouTube en dat soort dingen. Want ja, uh, je weet zelf, alles kost tijd. En om dit te doen voor, voor al mijn merken, is, is, heb ik altijd gedaan, heb ik al die jaren gedaan. Het is bikkel, gebikkeld. Ik heb kaart gewerkt. Toen iedereen op carnaval was en Kwaku kwa was. En op festivals was En in de clubs was En dat soort dingen Ja en aan het terrasje zat En in de, in de stad aan het wandelen waren En ga zomaar door Zat ik te werken Gewoon zomerse dagen gewoon Ja waar, waar je gewoon van weet van, Als ik nu naar buiten ga jongen Zie ik mooie vrouwen Ik zie leuke mensen Ik zie weet je eh, 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 Zoveel te doen Zwembad, strand Carnaval, festival Kwaku dat soort dingen Om mijn merken te, te laten groeien Om mijn merken op te zetten Mijn brands En, en te laten groeien En uh, een groot uh, Ja groot te laten worden, succesvol te maken. It takes sacrifice. Het is echt uh, opoffering. Ja, ze zeggen het is niet voor iedereen. Maar iedereen zou het wel kunnen. Maar het is wat, ik begrijp wat mensen ermee bedoelen. Van kijk, sommige mensen hebben daar... Ik sprak een keer een meisje die zei... dat ze hartstikke succesvol wilden worden. Maar ze de sociale contacten... ja, de sociale leven ervoor niet wilden uh, opzeggen. Ja, toen dacht ik al bij mezelf... ja, dan weet ik het niet. Of weet je? Kijk, tuurlijk, iedereen kan een bedrijfje hebben... en, en daarnaast nog zijn vrienden behouden. Maar ik weet niet. Uh, het is wel mogelijk hoor, daar niet van. Maar kijk, het, het hangt er af... Kijk, ben jij iemand, ben jij iemand die 100.000 euro gespaard heeft of geërfd heeft... En jij, en, jij, ...en jij kan iedereen betalen om dingen voor jou te doen? Ja, dan begrijp ik het. Kijk, ik zelf, ik had geen geld toen ik mijn, dingen, mijn, mijn merken opstartte. Eh? Alles, alles uh, dit is echt zoals, zoals hoe ze dat zeggen, from the mud, from the bottom... Ik heb het vanaf de bottom opgezet. Met een met vijftigje hier, een honderdje daar, een je hier. En zo so, so, so heb ik het gedaan. Een programmaatje hier, een software daar. Alles zelf gedaan daar. Ik moest mezelf alles zelf aanleren om het te kunnen. Als ik mensen had moeten betalen... voor alles wat ik nu heb gedaan voor mijn merken... <laughs> da, dan heb je dus die, die 100.000 euro erfenis nodig, weet je. Want ja, dan kan je je vrienden behouden. Dan kan jij gewoon lekker op je terrasjes blijven zitten... en je carnavalletjes pakken. Want er is iemand anders voor jou uh, je website aan het bouwen. En er is iemand voor, uh, anders voor jou al het... Grafisch werk aan het doen. Ja, Stabiel, dus dan, dan kan het. Maar uh, zoals hoe ik het heb gedaan, dan klopt het. Dat is niet voor iedereen. Niet iedereen heeft die wilskracht, die doorzettingsvermogen en die, die drijfveer. Die, weet je, uh, om alles op te offeren gewoon en alles uit niets te halen om succes te bewerkstelligen. It takes a lion to do that. It takes a lion. Je moet sterk zijn. Je moet, je moet ongelooflijk creatief zijn. Je moet het echt willen. Je moet het echt, echt willen. Want het gaat echt niet makkelijk zijn. Het gaat echt niet makkelijk komen. Weet je, je moet echt gaan. En non-stop. Ik heb momenten gehad, jongen, dat ik dacht: oh, ik, word, ik word helemaal gek. Maar ik moest door is Niet voor iedereen, zoals het moet bij mij zou gaan, is het niet voor iedereen, maar het hangt er dus vanaf, weet je, <laughs> zoals ik al zeg, heb jij een 100.000 euro opzij eh, en uh, kan je mensen ervoor uh, betalen? Oh, je hou je sociale contacten en uh, zet mensen aan het werk om je, om, je, om je bedrijf voor je op te zetten. Je, je, je kan zelfs je ondernemingsplan voor je laten schrijven. Guess what? Ik heb al die dingen zelf gedaan. Daarom vlog ik ook nu, want nu sta ik op een punt om. Dit is het moment, mensen, waarin alles wat ik heb opgezet naar de next level gaat. Dit is het moment, ik neem Jullie nu mee. Dan vlog ik nu, zodat jullie het, het before en after kunnen zien. Deze vlog vandaag die ik nu opneem, is before de before succes. Before the fame. Watch me in a couple of years. Ik heb een deadline gesteld. Het is nu zes maanden voorbij. Dus ik heb eigenlijk, laten we zeggen, nog twee jaar. Ik wil, bij, ik wil bijna zeggen tweeënhalf jaar, maar tweeënhalf jaar min één maand. Dan heb ik is mijn deadline om, om een succesvolle uh, vlogger te zijn. En om gewoon ongeveer 10.000 euro zo per maand te verdienen. Met online content. Als pro-content creator. Watch me do it. Het wordt gedaan door vele mensen. Het wordt gedaan. Dit is niks extreems wat ik nu zeg. Er zijn vele mensen die puur met online content gewoon uh, een riant leven leiden. Watch me do this. Alleen met content creatie. Alleen met online content creatie. Watch me do this. Ja mensen, ik ga deze vlog beëindigen. Ik ga jullie spreken. Ik zou zeggen, stay tuned voor de next vlog. Keep it positive. Stay true. Stay real. Volg me op al mijn social media kanalen. Subscribe op mijn YouTube kanalen. En uh, stay tuned voor uh, some nice things. The realest.